Mijn naam is Trevor Rekers en ik zweer plechtig dat ik snow de plannen heb. Ik ben uh, Trevor Rekers, ik ben uh, stemacteur, vertaler en uh, ook voice-over. En je zou mij kunnen kennen van uh, Harry Potter, uh, Finish and Ferb, uh, Avatar was ik Sokka in bijvoorbeeld. Uh, Guardians of the Galaxy, Hoetem uh, in een Draak heb ik ook een rol in gehad. Daar zou je me van kunnen kennen. Toen ik voor het eerst Harry Potter insprak, was ik ongeveer 11 of 12 jaar oud. Dus net het eerste jaar van de, van de middelbare school, uh, zeg maar. Ik had daarvoor al wel uh, wat dingen ingesproken. Dat was, uh, ik ben begonnen met uh, De Boefjes, een uh, oude film, was ik uh, Porky. Toen was ik een jaar of zes, zeven, denk ik. Dat je achter de microfoon zat en dat iemand je een, een tikje gaf als je. Oh, sorry voor de case. Dat iemand je een tikje gaf en dan, uh, dan, mo dan moest je je zinnetje zeggen, zeg maar. En toen mocht ik auditie doen voor, uh, voor Harry Potter. Uh. Mijn vader is uh, Edward Rekers en ook werkzaam uh, in de nasynchronisatie. Uh, hij heeft ook de uh, Harry Potter-films geregisseerd. Uh, ook heel veel ingesproken uh, en is ook vertaler trouwens. En ja, ik, ik heb met hem aan de, aan de, aan de Harry Potter films uh, mogen werken. Het selectieproces is gewoon eerlijk verlopen. Uh, ja. Ik heb begrepen dat hij zelfs uh, nog even, toen, toen ze, ze uiteindelijk zeiden dat ik het zou moeten gaan doen, dat, ze even, dat hij een berichtje had gestuurd van uh, weten jullie het zeker, even gewoon dat ik al mijn boxes heb uh, gecheckt van het is oké. Okay. En toen zei ze nee ja, uh, Trevor moet het echt gaan doen. Nou, <laughs> nee, niet alle rekers zijn. Uh, stel ik dus, mijn moeder niet. Sorry. Al heeft ze wel in Harry Potter heeft ze ook een. Uh, uh, op de achtergrond uh, heeft ze een keer een uh, zinnetje gehad. Iets van uh, we hebben geen hebt soep meer. Dat werd op de achtergrond uh, geroepen. Normaal wordt dat heel erg naar achteren uh, gemixt. Het was echt zeg maar een beetje geroezemoes op de achtergrond. Uh, nou dat dat hoorde je opeens best wel hard <laughs> in die film opeens. Maar uh, nee, daar, daarbuiten, uh, mijn vader en mijn zusje en ik. Oh. Voor een Harry Potter film was ik meestal ongeveer vijf à zes dagen aan het opnemen misschien. En meestal heb je opname dagen van ongeveer vier uur, dat is een beetje de max, dus meestal waren het dan meerdere sessies van vier uur. En uh, vaak krijg je dan nog een final versie uiteindelijk van de film, uh, want we hebben een paar, paar versies gehad dat dat ook nog dat je heel veel zwart zag en dat dingen nog niet geanimeerd waren. Er uh, was bijvoorbeeld een scène uh, met Dobby en dan zag je nog dat hij uh, een zwart, uh, zwarte stok met een rood bolletje was. En nu werd hij gewoon zo voorgeleid en dan had uh, Daniel Radcliffe had dan iets om tegen te spelen, zeg maar. Uh, maar ja, hij was gewoon tegen. <laughs> en ik dus ook eigenlijk. Dat was gewoon tegen een rood bolletje aan het acteren van ja, daar focus ik me dan op. Dus dan kreeg je af en toe kreeg je nog een, uh, een uiteindelijke versie als we iets in de scène veranderd hadden of zo. Uh, dan had je nog een paar pick-ups en dan uh, zaten de opnames er weer op. Alle kreuntjes en zuchtjes en gevechten en dergelijke die uh, in de Nederlandse versie hoort, die zijn allemaal van mij eigenlijk. Soms ook uh, best wel pittig, omdat er uh, wel lange uh, actiescenes in zitten en uh, gevechten en dat soort dingen. Uh, maar dat is ook wel leuk om te doen. Ik vond het altijd wel een uitdaging om dan uh, ja, zoveel mogelijk uh, goed te timen uh, uh, achter elkaar. Zeker bij, bij gevechtscenes werd dat op een gegeven moment een soort grapje: van uh, nou, uh, we zetten de band aan en. Uh, <laughs> We gaan even koffie halen en uh, zucht de kruin het maar in en dan komen we zo weer terug. Het vak stemacteren is, uh, is zeker een bijzonder vak. Ik vind het nog steeds een van de van mijn werkzaamheden een van de leukste dingen om te doen. Wat het dan zo bijzonder maakt voor mij in ieder geval. Ik vind het leuk dat je binnenkomt op een dag bij de studio en nog niet weet wat je gaat doen. Uh, dus het kan zijn dat je uh, Boom drie gaat spelen, uh, maar ook een, een, een gek uh, bijrolletje uh, met een rare stem. Of je gaat de Frankse, Frans accenten hebben die dag, uh, of gewoon je, je, je vaste rol uh, in de serie oppakken. Uh, en dat maakt het heel afwisselend. En wat ik heel cool vind is dat je, uh, de, dat je best wel direct met mensen aan het werk bent, zeg maar. Menselijke aspect vind ik ook leuk. Uh, dat je echt samen, uh, samen met de regisseur en de technicus, of, of bijvoorbeeld alleen één op één met een technicus, bezig bent om... Ja, je maakt er echt iets leuks van samen. Ja, dus ik denk dat die, die afwisseling en, uh, en met mensen samenwerken om een mooi, mooi product te maken uiteindelijk. Dat vind ik het uh, bijzondere. Uh. Veel, ve veel uh, na organisatie uh, kijken. Je, je zou bijvoorbeeld wel uh, voor jezelf, als je, als je net beginnend bent, zeg maar, bepaalde dingen na kunnen spelen of wat dan ook. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is bij stemacteren dat je ervaring krijgt. Uh, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Ja, hoe, hoe meer je het doet, uh, hoe, hoe beter je erin wordt. En het is uh, zeker in het begin, kan het, nog, kan het nogal veel zijn waar je rekening mee moet houden. Je moet, uh, het moet allemaal natuurlijk gezinkt zijn. Je moet op je timing letten, je, je moet acteren, je moet spelen, uh, je stemgeluid moet uh, voor, voor, voor die rol hetzelfde blijven. Uh, je hebt een script, je hebt beeld, je, je zit met uh, twee mensen aan de andere kant van het glas. Dus ik kan me voorstellen dat dat zeker in het begin, dat dat even, even wennen is. Maar het is, ja, het, is, het is wel echt een, wat dat betreft eigenlijk al een ambacht waar je zeg maar uh, beter in kan worden en uh, ja... Door het gewoon veel te doen, eigenlijk. Dankjewel voor het kijken naar interviews met de stemmen. Snode plannen uitgevoerd.